Nou, Ronald. Welkom in Farmsum. Welkom bij Expeditie Run. Ja, in Farmsum. Ja. Inmiddels, want we zijn gelijk op pad gegaan. En dat heeft het daarmee te maken. Dat weet Joyce of niet? Want ik weet echt niet wat ze over haat. Eddie, want wie kreeg een tip? Wie moest een echt in mijn Farmsum wezen? Ja. En dat heeft hier met te maken, want dit is... Mijn woonwoon, die heb ik, ja... En twee of tien heb ik daar baat. Ja. Ja. En hoe ga je op transport? En die ga je nou naar Drenthe, naar Mariahoeven. Oké, dus hoe ga je vakantie vieren in Drenthe? Ja, nou, we hebben het plan oppakt om op Mariahoeven een weekend te houden voor Kika. Dat ben kinderen met kanker. Ja. En door is hem ook voor baat, voor Kika? Nee, ik heb hem voor mijn zorg baat. Ja, wat heeft u dan wat met Kika? Ik heb zorg van een jonkje woont achter mij, die heeft ook leuk aan mij. Ja, dat vind ik heftig. Dat vind ik heel heftig. En ook voor de ouders. Dat zou je, dat krijg je met. Dat doet zeer, denk ik. Ja. Ja. Allemaal zelfbaat. Moest kijken nou naar. Helemaal van hout. Het is een olle boerenwolken, begrijp ik. Dat is met je achterbuurjongetje. Dat gaat er mee. Hij speelt weer en loopt weer rond. Ja, hij heeft nog een slankje in neus. Maar volgens mij gaat dat toch wel. Ik kan ook. Mooi zo. Ja. Ja. Eddie, kunnen we hem naar binnen? Oh, het is leuk voor op de vakantie, Ronnie. Moet je zien hoe mooi dat is gebouwd, ja. Maar hij is een hele handige jongen. Is dat zo? Ja. Ja, jij kent hem, hè, Ronald? Ja. Nou, naar binnen zo. En via het trapje eerst. Hier een lekker geurtje in ieder geval. Ja, lienolie, hè, dat soort spul. Ja. Alles wat... een beetje fris in de lienolie. Ja. Doe eens kunstenaar, hè, begreep ik. Nou, men zegt. Maar dit is dan ook die vakgebied, hout, stol? Nee, het totaal niet. Ik ben gewoon met constructiebank bij lessen. Ja. Ja, dat hout dat heb ik allemaal zo bedacht. Dus mijn pol en nonchalance heb ik gebruikt om het karakter te krijgen. Niks op tekening, gewoon nee, aan het werk en dan ontstuit het, begrijp ik. Ja. Die hield niet langer op. Ja. Is dat mensen met een groot hart, vind ik, Ronald? Ja, dat vind jij. Absoluut. Ja? Geld gaan erin voor Kika, naar aanleiding van een achterbuurjongetje. Ja. En volgens jou misschien verdoen wens. Nou, op transport. Die 100 rut. Ja. En ik ben de chauffeur straks. Ik ben de chauffeur. Dat liep me ook nog wel. Ja, spannend om te rijden, zoiets. Hij moest niet eigenlijk rijden. Nee. Dan moest gewoon goud in het verstand te bieden. Bochen groot nemen. Ja, natuurlijk. Daar zit je meer. Ja. En nooit je rem. Nee. Dit is een voor u jezelf gemaakte woonwagen om geld te genereren voor Kika, Ronald. Oh, kijk, ook een dreugelworst. Oh, dankjewel. Hé, Harry, mooi. Ons dag is goud. Hey. Oh, dat begint nog maar net. Gewoon een echte droge. En twee stukjes, hè? Jij lust toch geen droge worst, of ja? Nou. Oh. Ben je een beetje geïrriteerd nou? Nee, hoor. Over de worst. Mooi plaatje zo, hè? Hoi. Maar je weet hoe het is met een boot, hè? Wat dan? Koop een boot en werk je dood. Is dat zo? Er is zoveel onderhoud op zo'n ding. Ja? Ja. Oh, kijk, hij komt eraan, een bootje. Wie zag je zo bezig? Wie zei, nou, dat is nou echt een idyllisch plooitje op zo'n dag. Ja, vind je dat? Ja. De boot aan het varen. Het is een stukje hier erin, dus er moet altijd een beetje onderhoud blijven worden. Je bent grootbracht op schip? Ja, maar ik heb 22 jaar het schip van mijn al uur. Daar heb ik met een stadling. En ik heb 10 jaar een sleepboot daar. En die heb ik weer verkocht en heb ik dit weer gekocht. Dit is gewoon puur voor de hobby of ben je er ook nog meer aan het zwaar? Nee, het is puur hobby, ja. Het is voor vakanties. Even op schip, dat vind ik eigenlijk wel even leuk. Tuurlijk, gaan we er meer. Laten we nou in die bodem, Ronald. Nee? Er zijn wel grenzen. Ja, dat bent nog grenzen met het programma. Dan word je groot op het schip. Je gewoon aan de walen woon. Dan moet je toch in het schip hebben. Ik ben aan de walen gewoon, maar ik heb er wel spiet van. Dat is nou al aan het leven dus, begrijp ik. Ja, een heel ander leven. Ik vind het voor vrouwen vrijer. Ik kom wel met mensen naar de proren en zo. En het is wel anders. Het is een beetje een way of life. Ja, nou ben ik nou zo gauw in Engels. En mijn naaien van leven, hè? Ja. Gewoon op zich houtgrunners. Ja, nou dat is begrijp ik wel. Gelukkig, Ronnie. Complete woonkamer gewoon. Ja, is prachtig. Ja. Dit is een woonkamer. Ja. Vroeger was dit ook zo? Of weet je wat? Boer je nou eens dan is hij ook lood erom geweest. Ja. Het is een aanwezig eigen woonbaarde tot nou ja, voor een woonschip. Of plezierschip kun je wel zeggen. Hier ben je op groot geworden? Hier ben ik, in mijn kinderjaren ben ik op groot geworden. En later heb ik mijn vader weg aan de wallen gekregen. En toen ben ik aan de wallen gebracht. Dus, Het is een grun.
Dit is eigenlijk Groningen Welvaart eigenlijk, hè? De echte Groningen Welvaart. Dit was het schip van die opa? Ja, maar hier liggen allemaal schippers die eigenlijk voor de haven. Ja, gingen ze eigenlijk vakantie vieren. Op vakantie, ja. Maar kerst, voor de kerst was het weer. Ja. Ja. Echte schippersfamilie. Ja, ja. Van 1646 haven af. Heeft u kinderen? Ik heb twee dochters, ja. Hebben daar wat met Ja, ze mag wel grof met gewoon. Dat is vind ze mooi. Ja. Maar dat zijn zeker. Maar jij kreeg schoonzoon, hè? Die man loopt vooral. Ja, die man loopt vooral. Ja, dat is toch. Ik moest uitkijken met trapje naar beneden. Zijn dat goed, Ronald? Ja, nee. Oh, wat? Oh, zit vast? Ja, hoor. En dit is slopkommer. Dit is slopkommer, ja. De raam zijn wel een beetje vies. Ja, nogmaals, ik ben verboosd over de ruimte die erin zit. Het is gewoon nieuws, hè? Maar dan op het water. Het is nieuws, ja, zo mooi, wel bekeken. Het is nieuws op het water, ja. Ik zei blik, maar we willen het zo hebben, hè? Ja, tuurlijk. Wat doet dit erbij? Ja, we hebben helemaal op stap gegaan. Dan hebben we een houtje op. Oké. Ja. Je hoopt ook weer op staan. Ja, staat hier mooi. Kijk, dat is die overbuurvrouw, Luc. Ja, heel fijn overbuurvrouw, hè. Oh, wacht, ik kom even bij jou. Je woont in Drijden, dat er hier, hoor. Heb je gewoon nou naar Brabant te wonen? Je gewoon verhuizen? Je gewoon verhuizen. Ja, waarom? Nou, ons kinderen wonen dat jaar niet. Dan maak je dus de keuze om naar de kindertouw te gaan, zeg maar. Ja, ze wilden groot hebben. Toen hebben ze drie huizen gekocht. Oh, en ook voor ons. En die huizen staan ook bij ook, hoor, of naast ook? Ja, naast ook, een klein stukje ertussen. Die andere die had een verzorgingshuis, om zo maar te zeggen. Dat heb je nooit. Nee. Nee, zover ben ik ook nog nooit. Ik word 83, dus... Nog een jong kerel. En ik werk... Ik hobby altijd ook nog, dus... Ja. Dus de kinderen nemen de zorg ook een beetje over? Over, ja, dat is de bedoeling. Nou, jij blieft met. Ik heb er wel een man weer. Ja. Hij moest alles hier. Maar wie hebben hier geen familie woon? Wat vindt je jong schoonzoon ervan? Welke? Ja, dat is een grapje, hoor. Schoonmoe wel bij zich een beetje, ja, natuurlijk. Ja, maar die heeft hem mooi verzorgd. Oké. Okay. Dat is een live in Galder is dat. Ja. Ligt 7 kilometer boven Breda. Ja. Een compleet andere provincie, natuurlijk. Ja, we hebben ook 10 jaar in Tilburg van vrouw, vooral. Ik ben ook wat kinder geboren, dus... Ja, ja, dat komt wel hout. De grafsteen, Ronald. Autodum, Ronnie. Autodum. En heel veel toeristen, hè, zie je daar? Het dorp wat moest wijken voor de industrie. Misschien is het nou wel familie. Dat zou kunnen, ja. Zou dat kunnen? Wij zagen de dames zo kijken. Als is in Duits. Ja. Ons hier in Holland, Viverien. Ja, nou, met misschien ja van Gretziel. Gretziel? Ja, is niet waard. Nee. Dus in 4 stunden met mijn schip. En dan spreken ze ook Grunners? Nee? Plattduits? Ja, dat is een plattduits. Ja, plattduits, wacht even hoor. Die kennen Grunners praten. Op het plattduits kennen ze mij verstaan. Ja, waar? Ja. Dat is geen probleem. Geen probleem, hè? Ik ook. Ik ken je ook verstaan, hoor. Oh, dat zou het weer. Ja. Dus dan heb je geen Nederlands te leren als je hier bent. Dat nee. Nee, je kan gewoon Duits praten, plattduits praten. Ja. Wordt er nog veel gesproken in Duitsland, plattduits? Ja. Bij ons wel, ja. Ja. Want dat Grunners hier, en, ja, dat wordt steeds minder. Ja, dat is bij ons ook zo. Dat is net zo. Dus ja. Ook het plattduits wordt minder. Ja, dat is eenvoudig. De omgangsspraak is hoogduits. En, ja. Dat is een schade, dat is plattduits. Ik verstehe kein plattduits. Ik kom uit Frankfurt. Ah. Maar mijn woon aber in Gretziel. Oké, okay, Frankfurter Würstchen. Genau! ja. Sehr gut. Berliner Bolden. Ken ik niet. Ja. Nee. Frankfurter Würstchen. Ja, dat is goed. Krakauers. Oh, die zijn zeker. Ja, die zijn ook goed. En currywurst. Logisch. Ja. Een schönen Tag. Wens ik Ihnen ook en veel Erfolg. We fahren jetzt zum Fischessen. Okay. Oh, zum Fischessen? Ja, nach der Muttersiel. Da ist ein Fischrestaurant und da fahren wir jetzt mit dem Fahrrad. Sehr gut, sehr gut. Wir fahren auch dahin, denke ich. Ja. Kann man nur empfehlen. Ja. Moin, sagen wir dann. Ja, moin, moin. Moin, moin, sagen sie. Bei uns sagt man in Gretziel moin. 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 Autodum is verdwenen. Plattduits is verdwenen. Ja. Waar moet dat heen? En wie ben nou verdwenen? Ken jij trouwens de snelle zwaai? Nee. Dan
zwaaien met die camera. En dan zijn we in één keer op een andere plek. Oh, dat is leuk. Dat gaan we doen. Ja, dat noemen ze de snelle zwaai. Oké. Moet je opletten. De snelle zwaai. Nu. Nou, die bij de viszaak, Ronald. Bij de vismigratiedag. En ze moeten zijn. Is ook goed, hoor. Ik keur het goed. Ja, kun jij het goed? Ja, jong. Wat is dat? Zo komen de hele kleine... Oh, het palingtje. Ja, het lijkt wel een glasvezelkabel. Je hebt wel paling, maar ze zijn wat te klein voor jou. Nee, maar daar is ook glas al, natuurlijk. Peter Paul, op de achtergrond van jou zien we de Eems, hè, om het zo maar te zeggen. Ja, daar komt de Eems uit, of aan. Daar het de Menselzijl diep. En dan staan wij op een plek, hier worden vissen gemigreerd. Ja, we hebben hier een hele mooie dijk gebouwd met z'n allen. Om te zorgen dat we veilig zijn tegen hoog water. Heel mooi voor de mensen. Maar de vissen, die hebben wel een probleem. Want die kunnen niet meer naar binnen. En dit is zeg maar het verhuisbedrijf waar we dan op staan? Dit is eigenlijk het verhuisbedrijf. Hiermee zorgen wij dat ze gewoon van het zoute water weer naar het zoete water kunnen. We maken eigenlijk een soort lokstroompje van zoet water. Dat ze het wel ruiken, dat ze weten dat hier de ingang is. Ja. En dan komen die visjes, die zwemmen er mooi in. En dan gaan ze weer naar buiten, aan de andere kant. En dan zitten ze in het kanaal waar ze zijn moeten. Dan moeten we even naar beneden toe. Hè? Hoe dat gaat, dan kunnen we zien hoe vissen gemigreerd worden. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig hoe dat eruit ziet. Ja. Dus hier gebeurt het, Peter Paul. Ja, dit is onze verhuisapparaat. En je ziet hier, en je hoort het ook heel duidelijk, de zoetwaterlokstroom. Dat komt uit de Munterzeildiep en dat valt in die grote bakken hier. En dat stroomt via kleine deurtjes, zo richting de haven. En de vissen die zwemmen er dan tegenin. Dus een prachtig apparaat. Ik zie geen kibbel in. Nee. En geen zoute haring. Ik zou net lekker bekje maar. Geen gerookte zalm. Hoor je dat? Verkleed naar de gelegenheid. Maar met een basbud op, ja, dan gaan we weer. Oh, lekker bekjes allemaal. Ja. De grootste zit hier. Ja. Hoi. Hoi. Hoe ver nog? Toen werd de zeer en nu maak ik weer terug naar Winschoot. Oh, naar Winschoot? Echt waar, joh? Ja, ja. Hel ja, met dit weer. Dat is wel lekker. Heb je visje eten? Nee, ik wist geen vis, ook dat nog. Ach. Ik neem een softijs. Ja? Oh, pas op. Het is glad, hè? Dit is glad, ja. Fijn dag nog. Joe, hey, mooi. Mooi, ja. Is pril gelukt, Niel? Dus kijk. Het is echt lente, hè? Ja? Mooi, hè? Zo, hè? Dat gezicht, hè? Prachtig. Even een stukje bezinning, hè? Ja. Hoeveel schaapjes staan er eigenlijk? Even tellen, Ronnie. Nee, daar val ik in slaap. Wat ik zo bijzonder vind aan schapen, als lammetjes zijn ze heel erg rennen en vliegen en springen. Ja. Maar een schaap, dat zit geen leven meer in, hè? Nee, dat doet het heel mooi rustig aan, hè? Ja. Ja. Ik voel me soms ook wel een schaap. Jij niet? Ik ben meer een lammetje. Volgens mij ben ik meer een koe. Oh. Nou kijk, klaar, dat zijn de antwoorden. Ja. Die zagen jullie zo lekker rieden zo met het weertje. Ja. Nou, rieden, een karretje, ik bedoel, dat is duidelijk. Ja, we bouwen de mijn met erover. Ja, wat is er gebeurd? Ja, suikerzuikje. En ja, ook in blauwpoorten ook. Ja, dan nu op de reële leven, ja. Hè. Ja. Nooit overwogen om ook protheses te nemen? Ja, dat wil nooit. Dat wil nooit meer? Nee, dat wil nooit. Nee. Jammer genoeg, nee. Ja, ik ben er wel mee bezig geweest, hoor. Maar nee, dat was weg. Ik ben ook 69, dus... Dat is eigenlijk zo jong natuurlijk. Ja, hij is ook zo jong. Ja. Je bent er niet zomaar onder, heb ik het idee. Nee, hoor, nee, dat ben ik ook nooit. In de wereld ook nooit. Dan is je geen leven gelijk, maar... Nee, jullie dan verder. Ja, nou, ik riep later jullie. Jullie weer achter ons aan. Ja. Mooi, hè? Mooi, hè. Zomerse plaatjes, Ronald. Ja, joh. Maar je er nou heen of ben je er alweer uit? Ik ben vanmiddag half tien, kwart voor tien ben we erin gewoon. Bakje koffie drinken, beetje brood eten.
En door even mijn jacht om, kreeg weer middag heet naar. Dus en van. Ik heb nog hard vond ik meer tien zijn kano. Maar die vijf van over. Ja, ja, is dat zo, ja. Ja. Dus dat zal ook goud voor mij zijn. Alsjeblieft. We hebben terug gewoon beste duipje en zo weer nog vinden. Een beetje eten. Nee, dat doet een beetje drinken, beetje drink, hè? Een beetje drinken. Daar doet er ook bij. Oh, hopsa. Hupsieke. Ik ben er. Oh, smui. Ja. Wat is dat voor een ding, joh? Dat is een katamaran. Wij hadden net iemand met kano's. U bent de man van de katamaran. Precies. En ook ja. Kano's wel natuurlijk. Maar... Ook kano's? Ja. Ja. Maar ja, het is twee kano's, hè? Met een zeil. Ja. Ja. Dat is ook twee keer uw date. Dat kan ook natuurlijk. Wie is hier de kapitein van de motorboot? Maar kun je harder dan een katamaran of word je ingehaald? Nee, ik word wel ingehaald. Ja? Ja. Daar gaan ze hoor. Ja, daar gaan ze. Dat is een inflatable boat. Een rubber inflatable boat. RIB. R-I-B. Dat weet jij dan weer. Een ribje, dat weet ik weer. Dan mag je mij vertellen van het water, hoe is dat? Wel koud. Ja, dat is wel koud inderdaad, hè? Ja. Dus dan blijf je er ook niet heel lang in. Nee. Nee. Of heb je nog geen zwemdiploma? Jawel. Oh, maar dit zwemt lekker makkelijk bedoel je? Ja. 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 Beetje dobberen in de zon. Ja. Ja. Daar word je lekker warm van, hè? Ja. Ja. Ronald, jij sprong die auto uit? Ja. Waarom? Voor die jongens, want voor mij zijn die aan het freerunning. Jongens, is het freerunning? Wat doen jullie doen of niet? Ja. Oh, dat wil ik even zien. Dat willen we even op de film zetten. Wat is dat freerunning? Gewoon buiten sprongjes doen. Een paar salto's. Ah, ik niet. Kun je een salto? Ja. En dat doen jullie dus in je vrije tijd? Ja, eigenlijk wel, ja. Tof, ja. Man. Niet achter de iPad? Nee. Nee, daar vind ik niks aan. Of de hele tijd achter de telefoon? Nee hoor, dat doen we niet. Nee. Dat doe je niet? Nee. Nee. Een kleine demonstratie geven? Ja hoor. Zet wij er een muziekje onder. Ja, is goed. Ja? Zoek maar even, Nico. Zet er maar een muziekje onder. Yes. Ja, maar jullie zijn een voorbeeld voor alle jongeren, hè? Die achter de PlayStation zitten. Denk het wel, ja. 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 Zo, hè? Hallo. Ik heb voor het eerst bij hem in de schuur gedaan. Hij heeft allemaal matjes en zo. En daar heb ik voor het eerst op gedaan. Ja. Ik vond het hartstikke knap dat je dat deed, durfde en ook nog hem bij ons op de camera. Ja. Oh, Svold. Ja. De Pancake Fly-In. En dat is, dat weet jij inmiddels? Ja, ze komen hier uit heel Nederland om een pannenkoek te eten. Dan komen ze hier naartoe vliegen om een pannenkoek te eten. Ja. Flying Pancake, ik ben er klaar voor. Pancake Fly-In. Ronnie? Kom, vlieg daar aan. Een van de landingsbanen. Ben je gecheckt of niet? Even die vleugel, hè. Mag ik even in je bankje gaan zitten? Hij klapt niet om, hoor. Nee, die klapt niet om. Ja, dat weet ik heel zeker. En die komt dan uit? Goh, Duitsland is dat. Daar zijn we gestationeerd. Het gaat niet om de pannenkoek, maar meer om de beleving, denk ik. Leuke bijkomstigheid, ja. Toch? Ja. Je moet een reden hebben om ergens naartoe te gaan. Smakelijk, hè? Dankjewel. Ik zei al, het is wel dure pannenkoek zo. Ja, daar moet je niet naar kijken. Ja. Hobby mag geld kosten. Mijn toestel staat in teugen. Bij Apeldoorn zat, hè? Ja, bij Apeldoorn, ja. Ja. Toestel wat er staat, dat hebben we ook zelf gebouwd. Hoe lang doe je daar dan over? Een jaar of 9. Nou, dat is hem, Jan. Dat is hem. 9 jaar heb je er dus over gedaan? Ja. Omdat je helemaal zelf gebouwd hebt. Ja, ja. Wie zegt dat hij doet? Jan. Nou, dat je ook in de lucht blijft. Ja, maar dat weet je, er zijn er al 200 of 250 al van gemaakt. En die doen het allemaal. En als je gewoon houdt aan de tekeningen,
dan kan het niet anders. En welke landen heb je gezien? Frankrijk, België, Duitsland. Ik kan overal naartoe gaan. Ik kan ook, als die het haalt, kan ik naar Australië. Dit is de Mantel-Jan, hè? Die kan blijven draaien, want er zit een koppeling tussen. Ja. Propeller. Nou. Mooi, joh. Kijk, dat is de motor. Want, waar zit de rem? De rem is een hendel aan de binnenkant, binnen in de cockpit. Ik heb wel door, ik heb er heel veel verstand van. Maar ik vind het hartstikke mooi dat ik deze uitleg van jou gekregen. Nou, als je de camera een keer niet meeneemt, dan kun je mee vliegen. Ook al ben je 90 kilo. Ik ben 90 kilo, inderdaad. Hey, dankjewel. Ja, alsjeblieft. Dit is like een airshow. Hij staat ermee. Oh. Mooi, kerel. Dat is trouwens een haven. Uit 1942 hebben ze me verteld. Kan het deze toestel? Hou u kijk, hè? Dit was hem trouwens. Expeditie Grun. En zitten er alweer op. We hebben een geweldig mooie dag gehad, maar dat lag natuurlijk ook aan het weer. En aan de plaatjes die we hier gewoon voorgeschoteld krijgen. Kijk maar even. Stuntflink op ons hoofd. Ga je terug nu? Terug, ja, zo. Naar links. Ja. Wat een gemak, hè? Zoiets, hè? Zo'n microfoon, hè? Dus die gewoon vliegtuig. Ik heb er alles mee. Deze kant, ik heb zo. Zo. Ik moet me even concentreren. Dus als je mee me alleen laat, ik moet even... Touchdown. Nou. Kijk, ik zeg goed of niet? Ja, dat is knap.